De dag begint voor Tim met een laatste les om de puntjes op de i te zetten. Het T-rijbewijs is sinds 1 juli verplicht. Als Tim een paar weken eerder geboren was, had hij een trekkercertificaat kunnen halen. En was hij veel goedkoper uit geweest. Ja, natuurlijk, dat is lullig. Maar ja, dat is nou eenmaal zo en daar kun je niet veel aan veranderen. En moet maar. Ja, je kan je druk om maken, heeft toch geen zin. Nog even wat uitleg en dan achteruit parkeren met die 14 ton. Het is heel wat verantwoordelijkheid voor een jongen van 16 jaar. Trekkers worden steeds groter en zwaarder en daarom is het maar goed dat er een rijbewijs nodig is, vindt rijschool-eigenaar Wim Nijland. Maar voorheen mochten de mensen die dus 16 jaar werden, die mochten gewoon rijden op een trekker zonder enige kennis van verkeer. Ze hadden wel een certificaat gehaald en wat theorie, maar praktijkervaring hadden ze niet. En ik juich het gewoon toe en ik vind dit had veel eerder tot stand moeten komen. En misschien ook omdat het nieuwe klanten oplevert. Om 11 uur begint het examen voor Tim. Als eerste opdracht moet hij een aanhanger op de juiste manier aan de trekker koppelen. De examinator en de instructeur houden hem scherp in de gaten. En dan gaat de combinatie op pad. Jongetje van 16 jaar, toch in het grote werk in principe. Zwaar materiaal, groot materiaal, veel snelheid. Ja, hij is toch de eerste. Ja. Hij moet toch de procedure van een vrachtwagenchauffeur volgen. Ja, dat is toch een vrij pittige opleiding. Ja, dus ik ben benieuwd hoe het afloopt. Na een lang examen van bijna 1,5 uur zijn Tim en de examinator weer terug. De gezichten die zien er gespannen uit. Zou Tim geslaagd zijn? En hoe ging het? Goed, ik ben geslaagd, dus ja, het ging goed. Nou, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Nou, je bent wel de eerste in hem in ieder geval die zo'n trekkerrijbewijs heeft. Ja, of je nou de eerste of de laatste bent als je maar hebt.